In plaats van activiteiten rond Monumentendag die vanwege de corona niet door konden gaan, organiseerde Herderen Wig een fotowedstrijd waarvan er vele foto's werden ingestuurd. Topfotografe Marijn Vidder koos de foto van Dennis Mulder. De prijs was €50 en een unieke rondgang door de vispoort onder leiding van voorzitter Mattie Mogree, die ook de prijs uitreikte. En ik ga je een prijs overhandigen, want dat was natuurlijk de winst, hè? Ja. Van harte gefeliciteerd. En dank ik geef je wel. Natuurlijk een blad van onze vereniging. Ja. Het Fitspraatje. Lees het maar eens als laatste nummer. En als je nog geen lid bent, word lid. Voor €17,50 per jaar. Dat is de moeite niet. En dan krijg je 4 keer per jaar zo'n mooi blad. Dus er worden allerlei activiteiten georganiseerd. We hebben werkgroepen waar je deel aan zou kunnen nemen. Bekijk het allemaal maar eens. Dankjewel.